Premies hoger door klimaatverandering. Goeiedag, dit is DFT Vandaag. We gaan meer premiegeld betalen voor onze verzekeringen als gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van het Verbond van Verzekeraars. Per huishouden komt dat neer op tientallen euro's per jaar aan premie voor de inboedel, auto en brandverzekering. Door de klimaatverandering stijgt de kans op extreem weer, zoals de hevige regenval van afgelopen weken. Ook de kans op megahagel neemt toe. En in het slechtste geval kan de schade oplopen tot zo'n 600 miljoen euro per jaar. Er zijn meerdere manieren om ons hiertegen te wapenen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het klimaat gaat veranderen, dat daar meer schade uit naar voren komt. Dat betekent dat als je daar goed voor wil verzekeren, waarschijnlijk de premie ook ietsje hoger gaat worden. Aan de andere kant, je kunt er natuurlijk ook heel veel zelf aan doen. Je kunt je huis beter beveiligen tegen weersinvloeden. Je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat gevoelige apparatuur op een veilige plek komt te staan. Dus hoe ga je om met dit risico? Welke preventieve maatregelen kun je nemen? Daar kunnen burgers ook heel veel zelf aan doen.